Hoe overleven we de komende winter? Mijn ouders overleefden de hongerwinter van 1944. Dus ik denk dat het mij ook wel gaat lukken om de winter van 2022 te overleven. Onder voorbehoud dat ons een kernoorlog bespaard blijft. Het is niet te hopen dat het zo'n strenge winter als in 1963 wordt, toen Reinier Paping de Elfstedentocht won en ik met bevroren oortjes in het ziekenhuis belandde. Voor de meeste Nederlanders kan de opwarming van de aarde niet snel genoeg gaan, denk ik. Een Elfstedentocht in winter als in 1963 is een doemscenario voor de energienota van gewone gezinnen. Mocht het toch een strenge winter worden, kruip dan onder de wol met je geliefde en doe een ouderwetse winterslaap net als Yogi de Beer. Als je in de gelukkige situatie bent om het land te ontvluchten, sluit thuis alles af en vertrek naar warmere oorden als Suriname of Ghana. Over Suriname gesproken, het bladgoud van de Gouden Koets schijnt er vandaan te komen. Let op het taalgebruik, het schijnt, het is niet zeker. Mocht het zo zijn, stuur die koets dan gewoon terug naar Suriname. Gelukkig kwam het bladgoud niet uit Ghana, dan hadden we weer de hele week Akwasi op tv gezien. Rutte reisde alvast vooruit naar Suriname. Volgens de NOS ging hij weer ergens zijn excuses voor aanbieden. Excuses inmiddels net zo inflatoire als onze economie. De NOS vergat te vermelden dat er voor de kust van Suriname een enorm olieveld is gevonden. Als er wat te verdienen valt voor het grootkapitaal, is onze Mark er als de kippen bij. Het is vast de reden voor zijn reisje naar de voormalige kolonie. Klimaat of geen klimaat. Alles draait om grondstoffen, schreef mijn aardrijkskunde leraar Meester Kiel in 73, iedere les op het schoolbord. De enige excuses die Rutte zou moeten maken zijn excuses aan de mensen die de spuit hebben weerstaan en die niet zijn gezwicht voor de miljoenenverslindende propaganda om de duistere vaccins van Big Pharma toch vooral te nemen. Ik blijf er vragen over stellen. Minister Hoekstra, de buikspreekpop van Amerika, vindt de referenda in de Novorossija-regio onaanvaardbaar. Net als D66. Zij willen nog meer wapens naar de Oekraïne sturen in plaats van een referendum of nog veel beter aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. Rutte verdedigt in de VN de oorlog te vuur en te zwaard. Het is het moment om aan de goede kant van de geschiedenis te staan, zei hij. Het manische verzet tegen de ineenstorting van de westerse dominantie, verpakt achter praatjes over democratie, staat op instorten. Doe zoals wij, schreeuwt het Westen en de globalisten steeds harder. Maar ondertussen blijven ze de rest van de wereld op neocoloniale wijze leegroven. In zijn verre...